Voor Marianne Vos is het haar zesde wereldtitel bij het veldrijden. En zoals we van haar gewend zijn, was ze niet bij te houden. Vanaf het begin was duidelijk dat er maar één vrouw aanspraak maakte op de wereldtitel. De nummer 2 bij de vrouwen kwam binnen op 1 minuut en 34 seconden. Eigenlijk was ik wel verrast dat ik zo snel een voorsprong nam. Maar het is een verraderlijk rondje. En het veranderde eigenlijk continu. Gedurende de koers ook nog, het dooit. En ik wilde gewoon mijn eigen koers rijden. En ik heb voor de rest niet te veel naar de anderen gekeken. Veel slippertjes gemaakt? Een paar keer een beetje weggegleden. Eén keer van mijn fiets gemoet omdat ik ergens niet boven kwam. Maar uiteindelijk heb ik het redelijk heel gauw geloof ik. Sanne van Paas uit Vlieren kwam als vijfde over de streep op 2 minuut 15 van Marianne Vos. Bij de junioren was Mathieu van der Poel oppermachtig. Ook hij prolongeerde zijn titel. Van der Poel reed al in de eerste ronde weg bij de concurrentie en fietste onbedreigd naar de overwinning. It's really fantastic. From the beginning I had a great feeling and the crowd was just screaming all the time. And it was amazing to ride in these circumstances a world championship. Van der Poel beleefde een topseizoen. Hij won iedere wedstrijd waarin hij startte. Hij was de sterkste in alle races in de wereldbeker en hij werd Nederlands kampioen.